100 veehouders uit de gemeente Berkelland kwamen woensdag naar het melkveebedrijf van Arjan Freriks in Winterswijk om bijgepraat te worden over de teelt en het voeren van voederbieten. Dit is van de Rundveecommissie, hebben we gewoon een demonstratie zodat de mensen kunnen zien wat er voor nieuws te kijken is. Dus we hebben informatie over voederbieten teelt en voeren en de Armadis kuilschuif en ook nog wat andere informatie van die firma. En er zijn zo'n 100 veehouders hierop afgekomen om te kijken. Dus dat vinden we wel heel leuk dat dat zo aansluit. Voederbieten worden opnieuw interessant voor veehouders vanwege de hoge opbrengst per hectare, de hoge voederwaarde van het product en de hoge benutting van mineralen in de bodem. Maar positief op zich. Prima opbrengst, een goede mineraalbenutting en goede productie van de koeien. En met name de gehalte hebben toch wel zeker dit jaar wel een positief effect. Wat zijn de gehaltes? Als je dit jaar nu momenteel 528 vet en 413 eiwit. Dat is misschien ook met koudere weer, maar dit jaar is wel erg hoog. De bijeenkomst werd georganiseerd door LTO Berkeland, die naast de voederbieten ook een kuilschuif van Armadis demonstreerde. Met deze machine kan zand van de kuil worden verwijderd. Dat werkt heel makkelijk. Zonder inspanning kan ik zand van de kuil schuiven en zonder plastic te beschadigen. Dat vind ik wel prettig. Heeft u nu een paar keer gebruikt. Wat valt u op? Ja, dat ik de bats niet meer nodig heb.